Vanavond de uitreiking van de Gouden Kalveren. Wat betekent nou zo'n Gouden Kalf? Dat je dan een jaar lang geen werk hebt. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat hoor ik het meest van alle regisseurs en acteurs. Omdat dan wordt gedacht, ach, die heeft de Gouden Kalf, die heeft vast hartstikke druk. En dan zitten ze thuis en denken ze... Ja, ik denk dat veel mensen het eigenlijk een beetje zien als een soort Nederlandse Oscar. Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar het betekent in ieder geval een heel goed gevoel en een enorme eer. En ik denk een hele goede veer. Ja, dat betekent wel dat je toch wel meestal toch wel een goede film gemaakt hebt. De beste film gemaakt hebt, lijkt mij. Ja, ik denk dat mensen het wel echt met trots kunnen dragen als ze een nominatie krijgen of een prijs winnen. Want wij zien het toch wel echt als onze nationale grote eer dat je dan krijgt. Toch echt een Nederlandse Oscar. Ja, ik weet het. Ik heb er zelf ook één gehad. Maar ja, steeds te denken bij mezelf, wat betekent dat? Wat betekent dat? Ja, ik denk er niet zo bij na. Het is wel een eer. Het is een soort pluimpje en dat is best leuk om dat te krijgen, ja. En opent het volgens u ook deuren? Dat is bewezen dat het niet zo is. Meestal mensen die een gouden kalf krijgen zeggen van... God, ik had hem liever niet gehad, dan krijg ik tenminste werk. Dus dat is heel verschillend. Dat weet ik niet. Ik weet dat het bij iedereen verschillend is. En ja, het is nu in ieder geval voor degene die de kalveren krijgen heel erg... Dan ben je even helemaal in de picture en dat is kan goed zijn. Kan ook helemaal niet goed zijn, ik weet het niet. Maar in ieder geval voor vanavond is het heel erg fijn. Vanavond voor de tweede keer genomineerd voor een Gouden Kalf. Ja. Wat betekent dat nou voor jou? Dit loopje heb ik dan niet helemaal zo bewust vorige keer meegemaakt. Maar ik hoop wel dat ik win. Hoe schat je je kansen in? 1/3. Maar laten we een beetje eerlijk zijn dat we toch niet echt heel veel met het filmfestival zelf hadden. Maar dat we erheen zijn gekomen om een beetje glitter en glamour te brengen. Nou, ik vind die film wat genomineerd is heel mooi. Daar heb jij me alles van verteld. Ja, Oorlogswinter, ja. Ja, maar blij dat ik daar niet in gebleven ben. Dat ik er doorheen ben gekomen. Dat dan weer wel, ja. Dat wel.